Ik ben samen met Marloes wel heel veel fan van films kijken. En, ja, daar hoort natuurlijk een beetje kwaliteitsgeluid bij. We hebben Tef speakertjes. De R900. Als front. Twee natuurlijk. Dan hebben we een Marantz versterker. Een Dolby Atmos versterker. Met een hoop extra functies. Inclusief Dolby Atmos uit die speakertjes daar. De slingers hangen er nog op. Die laat ik zo meteen even zien. Dat zijn Mordown Shorts. Nou, dat is dus de 600C van Kev ook. Als center speaker. De Xbox. Alles wordt bediend met Logitech. Dus een PT 4K player. Daaronder ligt nog een network switch, 24 boards. En daar hangt nog een Apple TV aan in het hoekje. Als surround speakertjes hebben we de Kev 300's. Hele fijne speakertjes. Voor Dolby Atmos. Die heeft het hoogtekanaal, dus helikopters die overvliegen en zo. En dan 70 inch Philips TV. 4K, HDR, Dolby Vision. Met Dolby Atmos ondersteuning natuurlijk. Ja, die ervaring die kan ik eigenlijk alleen maar laten horen. Die kun je eigenlijk niet op film zetten. Want de camera waar ik mee opneem is een iPhone. En die heeft geen surround. Die heeft gewoon stereo. Maar als je een beetje actiefilm kijkt, dan van alle kanten komt het geluid ook. En dan heb je ook echt het idee dat je echt gewoon midden in de actie, midden in de film zit. Dan beleef je natuurlijk het beste. Die tv die heeft dan ook nog Ambilight. Dus om de tv zie je de kleurtjes een beetje meebewegen. Onze spotjes die daar van boven hangen kunnen ook meekleuren, maar dan wordt het wel zo druk. Dan is het eigenlijk niet meer comfortabel kijken. Dus die staan meestal gewoon zachtjes aan, op warm wit. Ja, als je graag een filmpje kijkt, dan moet je het zo comfortabel mogelijk maken. Hè? Ik denk dat dat gelukt is. Er zit ook nog een subwoofertje aan. Die vult het nog eens extra aan. Het is natuurlijk een apart kanaal. Voor muziek heb je die niet eens nodig, want die Kev R900's. Die hebben gewoon al veel bas van zichzelf. Ja, tot zover dan het home theater deel. Voorlopig staat dat toch nog op een laag pitje. Het is nog redelijk weer. Het begint nu wel langzaam kouder te worden buiten. Ja, dan ga je gewoon meer binnen zitten en films kijken en zo. Dus, maar nu gaan we eerst eventjes wat modificaties aan iemand zijn auto doen. Kijk maar mee. Nou, goedemorgen allemaal. Ik zit in het golfje. Ik ben onderweg naar mijn garage. Dan pak ik de Volkswagen bus. De pick-up. Want wat gaan we doen? Er is een buurman van Michael die heeft een S6 gekocht. Facelift model. En dat ding is gewoon ja, standaard. Vrij saai. Het geluid was te min. Het klinkt gewoon te zacht. Dat heb ik toen ook ervaren. Het geluid van een standaard S6 is gewoon veel te braaf. Er ligt een V8 in met twee turbo's. En als je hem chipt, dan is hij zelfs net zo snel als een RS6. Ja, je hoort hem gewoon niet. Dus nu hebben wij een gemodificeerde uitlaat liggen. En dat is de oude uitlaat van mijn RS6. Sorry, van mijn S6. Daar heb ik een RS6 uitlaat onder gedaan. Die uitlaat is gemodificeerd. Dat hebben we zelf gedaan. Dat heb ik zelf gedaan. En die gaan we nu testen onder die S6. En als die het geluid mooi vindt, dan gaan we of die eronder doen met andere eindtips. Want ik had eindtips nodig voor mijn uitlaat, want ik wilde het origineel houden. Of we gaan de originele uitlaat van de beste man even aanpassen. Dan neem ik ook even mijn 21 inch velgjes mee, want de auto zag er vrij standaard en saai uit. Ik heb ook mijn laptopje mee, dus misschien zit er verlagen in. Apple CarPlay, wat opties, staging en zo. Dus we gaan even kijken wat er mogelijk is voor die beste man om hem nog leuker te maken. Dus kijk maar mee. Nou, ik zit in Arnes klusbus. Achterin uitlaten, delen, velgjes, diffuser, laptopje. Ja, dat is origineel. Het klinkt wel, maar het is niet vet. We gaan even kijken hoe we ermee kunnen. De andere uitlaat staat al klaar. Jazeker, geen veeltand. Ja, misschien wel.
voor die uitlaatbeugel, zeg maar. Oh, die zijn echt wel verrot, inderdaad. Die klemmen. Zo, de tering. Die buiten zijn echt verrot. Kijk. Zie je het? Nee, ik zie niks, want ik... Kun je mij eens dopje 13 of 14 of zo geven? Ja. Dit is 13. Even kijken of die past, hoor. Ja, die past. Zo, die zijn verrot, jongen. Nou, ja. Hij kan wel een beetje hierop rammelen, maar hij hangt gewoon nog niet in zijn rubbers. Ja. Maar daar gaat het nu niet om. Je bent gewoon sterk benieuwd, hè? Ja, dit is het. Zou ik ook even mijn telefoon erbij hebben? Ja, en je flapkop. Nou, we hebben een gemodificeerde S6-uitlaat eronder. Er zitten nog geen tips onder, zoals je kunt zien. Maar we gaan even kijken hoe die klinkt. Nou, bij de eerste start stond hij niet in Dynamic. Probeer het nog eens. Ik vind het echt mooi. Het is echt. Nou, de lichtfilter komt eruit. En lege kips liggen genoeg. En dan gaan we deze KNA erin steken. Nou, de luchtfilter zit erin. Hoppatee. We hebben de wielen eronder geknald van mijn SS. De RS7 wielen. We gaan hem eventjes verlagen natuurlijk, want er staat een hoop wielwisselstand. Kijk, laat jou. Staat hij op Dynamic? Ja. Rij hem eens een klein stukje even naar voren dat hij in kan zakken. Ja, stop maar. Nou, dit is wel de originele hoogte. Dit is nog vrij hoog. Doe dat nog eens. Geef nog eens gas. Ja. Oké. Dat is natuurlijk de originele uitlaat, hè? Ja. Nou, wat hebben we gedaan? We hebben de auto verlaagd voor 1,7 centimeter en achter 1 centimeter, want dat hing al een beetje achterover. Dus die hangt nou mooi strak, mooi recht. Dan hebben we een uitlaat die we zelf gemodificeerd hebben. Die hebben we geprobeerd om te kijken hoe die klinkt. En de beste man die kreeg een glimlach, eindelijk. Want hij vond hem toch wel te tam klinken. Dus die mogen we... Daar mogen we tips op doen. Eindtips. Die worden een centimeter per pijpje groter. Die gaan van 90 gaan ze naar 100. Ovaal schuin af. Twee linkse, twee rechtse. Die gaan we erop lassen. Dan hebben we een KNN luchtfilter erop gezet. Erin eigenlijk. Inlegfilter. Zo'n buis. Zodra we de uitlaat gaan doen, gaan we ook het luchtfilterhuis openmaken zoals ik in een eerdere vlog in mijn S6 heb gedaan. Dus als je dan vol gas geeft of flink gas geeft, dan gromt hij ook echt om lucht. Dus ja, dat gaan we dus gelijk met de uitlaat doen. En we hebben eventjes mijn wielen gepast, die zie je hier achterin liggen, de 21 inch RS7 wielen.
Ja, die vulde de spotborden zo mooi. Dat zag er echt zo vet uit. Dus moet nog even een prijsje voor maken. Gaan we zien of hij daar interesse in heeft. Onze eerste vakantiedag in Roemenië. Oh ja. Alleen toen hadden we champagne en wijn. En we hebben de wijn opgedronken in plaats van de champagne. Maar dit is die fles met die gouden snippers in. Ja. Een beetje goldstrijk, maar dan champagneachtig. 24 karaats. Staat erop hoor. Schieten of nieten? Dat is aan jou. Als je gaat schieten, zal ik er een sloom over maken, zeker of niet? Ja, maar het is te donker. Ja. Ik ga schieten, fuck it. Kijk, je is spannend. Dan had er een katschrik ook. Komt ie, hè? Ja. Nee, ik had bijna geen krimp. Nee. Cheers? Cheers. Nee, grapje. Je ziet schilfertjes ook gewoon dansen. Is het met je gelijk nu? Ja. Denk wel. We kunnen ook gewoon proosten dat we bijna 12,5 jaar samen zijn. Ja, dat kan ook. Zijn we al zo lang bij elkaar? Maart, hoe dan? Maart 2010. Maart, mei. Ja, toen hebben we voor elkaar voor het eerst gezien. Ja, daarvoor tel ik niet. Ja, al die cijfers via Messenger en zo. Wat was het? Hives? Ja? Via Hives leren kennen. En kon je dat chatten via Hives? Ja, had je berichtjes die we stuurden. Toen heb ik je mijn nummer gegeven. Toen zijn we gaan appen. Nee, sms'en. Sms'en, ja, want appen was er nog niet. Nee, en daarna overgegaan op MSN Messenger. Ja. Toen was het tijd om jou te leren kennen in het echt. Ja. Proost op 12,5. Ja. Doen we. Gaan we appen? Ik ga hem niet appen. Ik ga ervan genieten. We hebben nog. Ik ga ervan genieten. Ah ja. Die durft niet, hè? Hm. Is niet verkeerd. Hey, die schilfertjes kan je niet drinken, hè? Dan hebben ze pech. Dan gaan we dood van het goud. Ja. Ja, je kan slechter sterven. Nou, de volgende beelden zijn niet geschikt voor je de kijkers. Nou, ik kwam vandaag een pakketje binnen. Dat is voor de S6. Waar we bezig waren in de vorige vlog. In deze vlog zijn we bezig met de S6. Dit zijn de uitlaattips. Die je er dus op kan lassen. En dat worden deze. Even kijken, zo komt die. Is. Is dit de linkse? Ik denk dat het net andersom is. Ik denk dat die, nou ja, dat doe ik zo meteen gewoon. En nog eentje. Die zien er hetzelfde uit als van de S6, alleen zijn ze 1 centimeter groter in doorsnede. Maar dat mag best wel. Dat is een grote auto, dus dat valt niet op. Dus zo komt dat, maar dan andersom. Dat gaat wel mooi staan, denk ik. Aan deze kant wordt hij dan op de damper gelast. Ziet er goed uit. Balen, want ik reed mijn voorband weg. Tikte een heuveltje aan en zei hij, ik ben er nog net mee thuis gekomen. Maar ik ga nu wel eventjes andere velgen eronder doen. Ik knal even de 17 inch S4 wielen. Daar heb ik er 4 van. Die zaten er toen bij.
originele. Die laat ik er even onder en laat ik die band even fixen. Misschien even een nieuw bandje op, ik denk dat er een scheur is. Het liep hard leeg. Hopen dat mijn vuil niet gescheurd is of krom is. Dus ja, kijk maar even mee, timelapsje. Komt ie. Nou, ze liggen eronder. Niet eens heel onaardig. Het is natuurlijk geen 18 inch. Maar ik vind een lichtere velg sowieso mooier. Hier kan ik in ieder geval mee naar mijn werk de komende 2 dagen. Maar die zien we dan wel. En door. En dan kom je thuis en dan ligt er in de brievenbus dit pakketje. Dit. En nou eens laten zien wat dat is. Want dat is leuk, want het is voor de golf. Ik ga nog even houden monteren. Kijken of het een beetje leuk klinkt. Bluetooth device. Nee, dat kost geen 60 euro, vriend. Dit gaat lekker terug. Dat gaan we niet doen. Dit kost echt geen 60 euro. Dit kost 3 of 4 euro. Daar heb ik er al 6 van liggen. Dat geloof ik wel. Michael is hem even helemaal aan het wassen. Netjes aan het poetsen. Apart kleurtje. Mooi hoor. We dachten dat het Daytona grijs was, maar het zit toch wel bruin tussen. Nou, dit zijn de originele uitlaatjes nog. Dus. Nou, hier gaan we de uitlaat van prepareren. Daar ligt de originele uitlaat. Doosje met de tip. Wordt een klusje. Ik ben de luchtfilterbak aan het aftekenen. Laat nou even zien hoe het dan ongeveer moet komen met daar ronde gaten. Nou, ik heb het afgetekend, zoals je ziet, hier zo. Precies in de vorm. Ik laat nog eventjes zien hoe het bij een originele RS6 is. We gaan deze honeycomb gaan we ongeveer nabootsen. Die gaatjes gaan we dus op kruispuntjes boren. En dan, dan krijg je gewoon meer lucht en meer geluid. In combinatie met het KNM-filter wat er al in zit. Die hebben we er voor de keer al in gedaan. Dus gaan we boren zagen. Echt naar de zin. Super. Dus die kan erin. Die kan erin morgen. Dan de uitlaat afmaken. En dan is het weer goed. Nou, het is donderdag 12 uur. Ik ben net wakker. Ik heb koffie op bed gekregen. Bedankt Marloes. We gaan zo de uitlaat van de S6 klaarmaken. Ik weet alleen niet of het in deze vlog er nog bij past. Als het wel past, dan komt hij nu hier. En als het niet past, dan zien jullie het volgende week donderdag om 5 uur. Dus vergeet niet te abonneren. Later! Nou, het volgende projectje is dus ook al binnengekomen. Ik ben nu net beneden. En wat dat is, zien jullie volgende week. Vergeet niet te abonneren en zet het belletje aan.